Bij een van die volken daar zien we de zogenaamde darrenslag plaatsvinden. De darren worden uit het volk gegooid. Ze worden niet letterlijk geslacht, maar ze zijn gewoon niet meer welkom. Ze worden hier letterlijk uitgewerkt en weg ermee. En dan, wat er dan gebeurt is dat een aantal van die darren dan als een soort thuisloze bijen voor de vliegopening gaan zitten. In de hoop dat ze toch nog naar binnen mogen, toch nog gevoerd worden. Daardoor kunnen ze zelf geen nectar halen, maar dat is een hopeloze missie. Dus deze zijn waarschijnlijk eind van de dag al overleden.